Hoe is de Candy Mars in 2017 verlopen? Nou Piet, ik moet zeggen dat het eigenlijk heel goed verlopen is. We hadden een behoorlijke deelnemerslijst. We hadden er 100 ingeschreven. 99 personen zijn gestart. En uiteindelijk zijn er van die 99 zijn er 94 gestart. Dus toch 5 uitvallers. Maar gezien in het verleden mogen we daar helemaal niet over klagen. En ik denk dat daar de grootste reden van is dat het weer is tot zeg maar een uur of twee, drie was het bijna perfect voor om lange afstanden te lopen. Daarna werd het toch wel druk en warm. Maar toen waren intussen de meeste mensen van de 80 kilometer waren dus gewoon al binnen. Dus wat dat betreft denk ik als we naar zowel naar de 80 kilometer als naar de andere afstanden mogen kijken, dat we gewoon een hele goede, een hele fijne Kennedy Mars georganiseerd hebben. En ja, wat voor ons dat ook heel belangrijk is, is dat met name onze deelnemers heel tevreden zijn. En ja, dat was weer als van ouds. De complimenten waren niet van de lucht en dat stemde ons toch wel heel tevreden. Ja. De deelnemersveld was heel breed denk ik, want ze kwamen, ik heb wel gezien, uit Limburg. Ja, wij hadden een deelnemer uit Sittard. Wij hadden een deelnemer zelfs uit Groningen die speciaal overgekomen was om in de Kennedy Mars in Rijsbergen te lopen. Hij had binnen zijn collega's van het lange afstandlopen hadden gehoord dat het in Rijsbergen perfect georganiseerd was. En wilde dat met eigen deelname wilde hij dat ervaren. En ja, ook zijn complimenten waren niet van de lucht. Wij was nog een man die, ik vind het toch wel heel opmerkelijk. Heeft bij ons een 221ste Kennedy Mars gelopen en uitgelopen. En die man die wilde absoluut niet dat wij daar aandacht aan besteden. Want hij vond dat normaal. Dan kun je je afvragen of dat normaal is. Maar als je in je leven 221 Kennedy Mars loopt, het zegt nogal wat. Ja toch? Ja. Nou. Is de 80 kilometer zijn er niet aan de ronde? Of? Nee Piet. Wij hebben 3 lussen. Hè. Onze voorgangers, met name Jean Verdonk en Annie Dictus. Toen eigenlijk de Kennedy Mars een beetje op zijn gat zat, hebben die het heft in handen genomen. En die hebben voor de nacht 2 lussen georganiseerd rond het Rijsbergse. En de derde lus is wat wij dan noemen de 5 dorpen lopen. Dan lopen ze achter over Oekel, achter Zunderdoor, Maalbergen, Wernhout, richting Achtmaal. En van Achtmaal, Walstein, Panhoef, komen ze dus weer gewoon terug. Dus het zijn 3 rondes, 2 van 20 en 1 van 40. Daarbij komen ze dus 2 keer terug op een centrale post. En onderweg is er gemiddeld om de 6 kilometer hebben wij een post gestationeerd waar de mensen kunnen eten en drinken. Ja, en mensen zeggen gewoon, ja, dan zie je gewoon een verwennerij. Het is warm eten, warm drinken, koud drinken, al of niet met koolzuur, drop, noem het maar op. Ja, ik denk dat wij daar toch wel een beetje uniek in zijn. Ja. De posten. Geweldig. Horen jullie dat? Ja, ik hoor het. Hartstikke fijn. Dankjewel. Welkom en dat moet Martien zijn. Ja, dat komt. Je zit ook net boven de 12 uur. Hartelijk gefeliciteerd. Ik weet niet hoe laat het is. Nou, ik wel. Het is net 10:15 geweest, dus je zit een kwartiertje na de 12 uur lopen. Gefeliciteerd. Voor de statistiek. Nou, heb visite, hè? Ja, je ook, hè? Kom, gaan we naar 5? Dat is 10 van mij, niet per uur. Nee. Ik ben nou nummer 5 of 6. Jouw voornaam? Jan, en deze is Adriaan. Oh, wacht even, kom op. Goed zo. Dankjewel. Alsjeblieft. Dank jij? Ja, natuurlijk, hè. Ja, dan, hé. Dan moet ik wachten even.